De directeur van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Angela Salmo, doet een beroep op de gemeenschap om zich strikt te houden aan de regels die gelden voor het afhalen van voedselpakketten. Afgelopen maandag verliep de distributie van de pakketten chaotisch en wanordelijk. Veel burgers die zich niet hadden geregistreerd, gingen naar de distributiecentra voor een pakket. Daarnaast kwamen mensen met stapels ID-kaarten en familieboekjes. Medewerkers van het ministerie werden zodanig geïntimideerd dat ze zich niet meer veilig voelden. Als gevolg daarvan nam het ministerie de beslissing om de distributie stop te zetten. Maar na het intern overleg is besloten om deze vrijdag te herstarten. Salmo vraagt de gemeenschap om zich aan de regels te houden zodat de distributie vlekkeloos verloopt. We willen niemand de schuld geven. Ons gedachtegang is, hoe kunnen we het verbeteren? Hoe kunnen we meer ervoor zorgen dat mensen de zekerheid hebben dat wanneer ze zich hebben geregistreerd en voldoen aan de criteria welke gesteld zijn geworden, werklozen, mensen die werkloos zijn geworden voor 15 maart, mensen die nog geen financiële ondersteuning, de zogenaamde COVID-19 sociale steun hebben ontvangen, laat de rest van de mensen dan in aanmerking komen. En dat is echt dus de groep behoeftigen die we ook tegemoet willen komen. Er wordt ervoor gezorgd dat alle groepen in aanmerking komen voor een bepaalde steun. En dat we dus de gelegenheid ook wel moeten geven aan elkaar om dat wel te mogen ontvangen. Na evaluatie is ook besloten om de distributiecentra te verruimen. Vrijdag zullen meer pakketten aan individuele burgers worden verstrekt. Dan zijn aan de beurt de mensen met familienamen die beginnen met de letters P, Q, R en S. Ook de mensen die maandag niet geholpen zijn, kunnen zich vrijdag aanmelden. Dat zijn de mensen met de letters A, B, C, D en E. Ik roep de organisaties op die zich nog niet hebben aangemeld. Er zijn een aantal organisaties die mij hebben benaderd en die hebben aangegeven. Ik wil ook mijn bijdrage leveren. Er is een vraag bijvoorbeeld naar binnen gekomen van een bewoner, van bewoners van Beersheba, als ze ook een aanvraag mogen doen. Wat wij voorstellen is, verzamel die informatie per gemeenschap. En met die informatie bedoel ik de volledige naam van de persoon, woonadres van de persoon en ID-nummer van de persoon. En de persoon moet behoeftig zijn. Dus wij rekenen erop dat de informatie die u ons voorhoudt op waarheid berust. De ID-kaarten zijn heel erg belangrijk voor ons, omdat onze administratie is gelinkt aan dat van CBB, het Centraal Bureau voor Burgerzaken. En dan maakt het dus niet uit waar u staat ingeschreven bij CBB en waar u daadwerkelijk woont. Uw ID-nummer blijft hetzelfde en dan kunnen we er naartoe werken dat u, als u in aanmerking moet komen voor een pakket, dat u dat krijgt. Maar dat wij voorkomen dat mensen, net als gisteren bijvoorbeeld, twee pakketten hebben gehad en sommige mensen hebben drie pakketten gehad. Dat was dus de directeur van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Angela Salmo. Ze sprak gisteren tijdens de COVID-19-update.